Hallo allemaal, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe vlog. Deze vlog gaat over een stukje garantiewerk, wat we moeten gaan doen. We hebben deze tuin in 2019 aangelegd. Zoals je ziet is het hartstikke mooi geworden, beplanting en eigenlijk is alles mooi gelukt. Alleen, we hebben hier geokeramica aangelegd, keramische tegels van 30, 1,20 meter lang. En er zat één levering bij, die was een beetje bol. Waar de klant eigenlijk gewoon niet zo tevreden mee is. De voortuin die is wel mooi gelukt, dus daar hoeven we eigenlijk niks aan te doen. Maar de achtertuin, dat gaan we gewoon even herstellen. Zoals het hoort toch, Alex? Zeker, ja. Zal het even laten zien. Nou, we zijn hier in de achtertuin. Het zijn dus 1 meter 20 lange tegels. Er zit dus een bolling in. En dat hebben ze gedaan zodat die tegel ook niet breekt. Dus als hij hol zou zijn, dan zou natuurlijk de kracht in het midden komen, dan zou die breken. Dus hij loopt een heel klein beetje bol. Maar het kan natuurlijk ook een beetje te bol zijn. In deze tuin zit het echt op het grensje. En dat is ook een hele moeilijke discussie geweest met de leverancier en de fabriek. Van wat valt nou, welke tegel valt nou wel onder garantie en welke niet. Gelukkig wil de leverancier de voegmiddel en dat soort dingen garantie overgeven. Wij doen het werk. En gelukkig hebben we nog een paar goede tegels die we gewoon gaan hergebruiken. Als je nu ziet, we hebben een aantal tegels in kruis opgezet. Waarvan we vinden die lopen echt te bol. En hier kun je bijvoorbeeld goed zien. Dus dat hier de tegel gelijk loopt. En hier duikt hij echt ineens heel erg naar beneden. En het belangrijke is, als je deze tegels legt, dan moet je ze altijd in 1/3 leggen. Dus in 1/3 verband. Dit is een oude. Dit is een grote kruis. Dat gaat nog niet achteraf. Wat echt even een belangrijke tip is, als je het gaat leggen, dit soort stenen, welke stenen dan ooit, dan ook. Kijk dan goed naar die muggenzwerm om je heen. Wat heel handig is, als je nou bestraling gaat leggen, is dat je altijd checkt of de tegels goed zijn. In dit geval hebben we dat ook wel gedaan. Is het natuurlijk lastig, ja, er zit bolling in, staat op de verpakking, er zit bolling in. Maar wanneer ga je ervoor kiezen om het product terug te sturen en wanneer ga je ervoor kiezen om het product gewoon te gaan verwerken? Dus probeer altijd daar goed naar te kijken. En mocht je geen goed gevoel erbij hebben, stuur gewoon de spullen terug. Ik vind het zo mooi om hier bezig te zijn. Chillen. Wij vinden het gewoon belangrijk met ons bedrijf dat we gewoon echt een goede klantenkring hebben. Dus ook dit soort dingen vinden we gewoon belangrijk om te gaan herstellen. En wat wel belangrijk is natuurlijk dat de klant ook gewoon daar een beetje flexibel in is. En eerlijk, toch? Ja, eerlijkheid duurt het langst. Dus we gaan het gewoon even mooi maken, behalve van werken. We hebben net het zand aangebracht, een klein beetje nieuw zand. Ik ga nu even mijn zandbed maken. Het prettigste werken met een zandbed is dat je hem dus goed hard maakt met een trilplaat. Als je het dus niet goed aanstampt, dan pak je lat heel snel het mul zand. En dan krijg je dus hobbels in je zand. En je zandbed altijd met 1 centimeter afschot leggen op een meter.
Dus als je hier het belletje tegen het groene lijntje aanhoudt, dat zal per waterpas een beetje anders zijn, maar dan zit je ongeveer op een centimeter afschot. Dus daar kijk ik altijd naar. Als je dat dan over je hele zandbaan doet, dan moet het helemaal goed komen. Wat ook echt een belangrijke tip is, is haal er niet te veel af in één keer. Dus stel je voor je moet nog een half centimeter zakken, doe het gewoon laagje voor laagje eraf halen. Want als je te veel in één keer doet, krijg je dus weer van die golven in je zandbed. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Mario, de pizza. Ja. Lekker. Ik gebruik nu deze voegdrijfjes omdat deze tegels dus een bolling hebben. En door een grotere vroeg erin te zetten, krijg je eigenlijk dat je die bolling wat beter weg kan werken. Dat is natuurlijk zichtmatig alleen. Frigo werk je wel, hè? Ja. Even echt met het even een mooi zandbedje maken en met het handje tikken. Handwerk, ja. Kun je niet neergooien en klaar. Maar komt goed. MBI. Volgende keer even. Even rechter. Even rechter spul. Kik ongeluk gebeurd. Kut. Die auto's. Jeetje. Oh. De camera is er helemaal van slag van. Omdat we de voeg wat breder doen om die, die lichte bolling op te vangen, moeten we hier weer alles opnieuw inzagen. Nou, die tegels die we eruit aan het halen zijn, zit overal voeg op. Dus dat is wel een rotklusje om dat schoon te maken. Dan moet zo eraf krabben. We gaan nu even wat onderhoud doen. We zijn natuurlijk bezig met het garantieklusje, serviceklusje, het is maar even hoe we het doen. Maar onze onderhoudsklanten die gaan natuurlijk gewoon door. Dus we gaan nu even richting Amsterdam. En daarna hebben we nog een klein klusje in Almere. En als we wat tijd over hebben, dan gaan we nog even wat zagen doen. Zagen en, bij het serviceklusje. En nog eventjes tuintje kijken. Ja. Tuintje kijken. Die is op zich moet die wel doorgaan, toch? Die? Ja, wacht. Dus alleen eventjes even de laatste details bespreken. En dan gaan we naar bij de gang. Nou. Nu is het onderhoud. Ja. Heb jij een plekje? Rondjes rijden. We terug naar huis. Pas op. Vrouw in roze tenue. Fietsetje. Ja. Gaat niet tegen het verkeer in rijden. Er staat niet voor niets bord op die gracht. De fietsen zich ook gewoon aanhouden. Ah, we hebben een plekje. Het heeft een kilometertje lopen, maar een stukje, hè? Ja. Een stukje modderen. Toch zelf. We'll be right back.
bar. Zandbedje, mini zandbed. Mini bedje voor de airco. Van wat tegeltjes leggen hier in dit. Jezus, is moeilijk te zien. Zo klein. Een paar tegeltjes hier leggen voor een airco unit. Dus een klein klusje tussendoor voor de vrijdag. Henk, kom op. Op. Hey, kom op, ik wil er ook bij. Ja, geef me een duwtje. Nou, Katinka, ik wil er ook bij. Ja, ik lig hier al. Ik heb mijn schild op. Het zit er bijna op. Goot zit erin. Hebben we ook anders gemaakt als vorige keer. We hebben nu één hele tegel gedaan. Gootje en dan een hele tegel daar tegenaan gezaagd. Dus het blijft beter liggen. We zijn er wel klaar mee. Het is ook heel benauwd. Ja. Het is niet een ideale dag om dit te bestraten. Zo. Het is een heel warm dagje. Beetje benauwd, klam. Dus zit er ook een beetje doorheen. Niet zoveel gefilmd en gevlogd, daar hebben we eigenlijk wel geen zin in. Dus, maar het zit er bijna op en alles ervan nalopen en dan voegen. We moeten nog de hele tuin voegen. Hoe laat is het? 8 uur? 8 uur. We moeten hem even afmaken. Go for it! Nachtoveniers. Verschrikkelijk. We zijn even begonnen met het voegen. De mensen hebben begonnen. We zijn geëindigd met het voegen. De mensen hebben hondjes, die willen ze lekker naar buiten doen. Dus we hebben besloten om gewoon even door te gaan. Dus het is al 10 uur volgens mij of zo. 11 uur voor mijn gevoel. Maar nou is het gewoon klaar. En dan hebben we in ieder geval zaterdag weekend, hoeven we niet meer terug. Toch? Ja, klaar is klaar. Maar het ziet er top uit. Dus voegmiddel kan je natuurlijk. Dit voegmiddel is een 2-componenten voegmiddel. En als je begint, dan moet je het afmaken. Het was nogal warm, ook overdag. Daar kan dit voegmiddel niet heel goed tegen. Dus we hebben besloten om gewoon wat later te beginnen met voegen. En dan 's avonds maar even door te gaan. Ja, en dan werkt het ook gewoon fijner. Voor werken met een siesta. Dan gaan we in de middag naar huis, wijntje doen. Siesta. Ja. Hallo. Hallo. Lekker uitgeslapen? Zeker. 2 uur geslapen. Zo ziet er ook uit. Ja. Dat ik laat even naartoe kan. Ik weet niet waar je naartoe kan. We zijn blij dat we dit klusje hebben kunnen doen voor deze mensen. Ze zijn er helemaal blij mee. En, ja, toch was het niet helemaal onze fout. Het was natuurlijk een productiefout. Tenminste, of het een fout is. Dat is lastig dus te zeggen. Ja, er zit gewoon een bolling in. Dat moet je accepteren. Dus mensen, als je deze tegel neemt, accepteer dat er een bolling in zit. Het is sowieso met grote formaat tegels dus. Dus ga je... Ja.
tegel van 1,20 meter breed nemen, dan kan die niet kaarsrecht zijn. Dat is onmogelijk. Nou, toch even hersteld voor die mensen. Ja. En we zijn nu gewoon blij. Nou, klaar. We hopen dat elke vakman gewoon zijn mensen helpt zoals wij hebben gedaan. Ja, verantwoordelijkheid nemen. Dus, als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld weer een klein beetje beter. Toch? Ja, vooral het bedrijfsleven dan. Precies. Dat is het vooral. De oplichterij zijn we een beetje klaar mee. Zeker. Wegwezen. Tot ziens allemaal. Slavernij ook. Slavernij. Ja. 20 euro per uur. Ja. 15. Zo duur?